dan ga ik altijd eerst dit op de wanden overbrengen, die lijnen. Deze lijn. Die lijn op de zijwand en dan die. En dan ga ik dat invullen. Dit moet bijvoorbeeld een plaat worden. Dit ook. En dit niet. Dit kan op de achterwand. Dat past op de achterwand. En dit ook. En dit is de plaat. Deze ruimte gebruik ik steeds weer opnieuw. En als dit ding dan klaar is, dan wordt het allemaal weer wit geschilderd en gesloopt. En dan kan ik weer opnieuw beginnen met een volgende.